Bibelhuis. En kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Terwijl de kinderen even lekker hun boterhammetje aan het smeren zijn, Daniel de schooltassen weer aan het pakken is, gaan jullie heel even kijken naar beelden van een paar weken geleden. Het is, even kijken, ik weet niet eens welke datum. Het is vandaag dinsdag 20 oktober 2020. Het is 6 uur in de ochtend. Leon, Lucilla en Luxie slapen nog, die gaan zo meteen naar school. En Daniel die is net met de honden naar buiten om zijn 10.000 stappen te zetten voor zijn goede voornemens iedere ochtend een grote wandeling te maken. En ik ben hier aan het typen. Kijk, het typen voor ons Bellinga magazine. Maar jongens, dit is eigenlijk een filmpje voor wat anders. Want ik heb namelijk het idee dat er iets aan de hand is in mijn buik. En ik vind het best wel spannend en best wel... Omdat ik het niet zeker weet. Ik zit heel erg in onzekerheid. Want ik ben zeg maar ongesteld geworden. Nee, ik weet niet of ik dit zo moet zeggen. Ik ben na de zwangerschap van Luxie nog maar 2 keer ongesteld geworden. Dat heb ik eigenlijk bij alle zwangerschappen. En Luan en Lucilla heb ik het ook gehad. Omdat ik heel lang borstvoeding geef, blijft mijn ongesteldheid gewoon heel lang weg. Nou, ongeveer 2,5 jaar. En toen werd ik weer ongesteld. 2 maanden geleden, dus ongeveer 2-3 maanden geleden. Ik weet niet precies, want ik heb het niet echt bijgehouden. Maar ik moet nu denken, ik ben daarna nog 1 keertje ongesteld geweest. Maar nu duurt het wel weer heel erg lang voordat ik weer ongesteld word. Dus ik zit me serieus nou af te vragen. Is mijn ongesteldheid nou gewoon heel lang? Of is er meer aan de hand daar beneden? Nou, ik heb een test gisteren in huis gehaald. Ik vond het heel spannend om te kopen overigens. Ik heb natuurlijk al vaker zwangerschapstesten gekocht. Maar nu ook, omdat je, ja... Ik heb toch het gevoel dat iedereen in de winkel me kent en dan ziet dat ik die test koop. Is natuurlijk niet zo, maar in mijn hoofd is dat zo. Ik kwam trouwens wel fans tegen op het moment dat ik dus die test in mijn karretje had liggen. Dus ik had er meteen even een tas overheen gezet. Dat ze het niet zouden zien, maar ook bij de kassa juffrouw kijk ik altijd van ook. Zou ze me herkennen of zou ze me niet herkennen? Dat het toch zoiets privés is of intiems is of zo, ik weet het niet. Maar goed, ik heb het dus gisteren in huis gehaald. En ik ben van plan nu dus even die test te gaan doen. Om te kijken of ik misschien zwanger ben. Van de 4e, jongens. Ik heb nou hier de test. Niet gesponsord. Maar ik heb even eentje gehaald. Waarin je kan zien hoeveel weken je zwanger bent. Dus ik ben benieuwd. Bij Luan en Lucilla en Luxie altijd de simpelste zwangerschapstest gebruikt van de Kruidvat. Waar je gewoon ziet of je zwanger bent of niet. Maar ik dacht nu, omdat ik eigenlijk niet weet wanneer ik voor het laatst ongesteld ben en hoe lang mijn cyclus is en zo. Dacht ik, ja, ik ga toch maar even zo'n test kopen die iets meer zegt dan alleen maar zwanger of niet. En deze zegt of je 1 of 2 weken zwanger bent, 2 of 3 weken of 3+ weken. Kijk, dan heb ik wel een beetje beter beeld. Dit is dus de test. Maar deze, hij is 99% nauwkeurig. Nou, ben benieuwd. Ik moet de hele ochtend al plassen. Dus ik heb het een tijdje opgehouden. Kijk, dit is hem. Maar hoe werkt dit, jongens? Hoe werkt deze test? Ik ken deze test helemaal niet. Oh ja, je moet hier overheen plassen. Hier overheen. Hierin doen. Toch maar even lezen. Oké. Je moet een bekertje hebben. Slechts in 20 seconden. In 20 seconden laat hij zien in plaats van 3 minuten. Oké, jongens, ik kom zo bij jullie terug. Ik ga het even doen. Tot zo. Ik ben zo zenuwachtig. Mijn hart klopt in mijn keel. Ook al is het de 4e keer. Thank you.
Nou, moet hij nog gaan zeggen hoeveel weken? Daar wacht ik nou nog even op. Ik moet het Daniel vertellen. Nog niet de kinderen. Ik vertel het nog niet de kinderen. Zwanger komt voor. De uitslag van de weken. Blijf wachten. Dit kan ongeveer 3 minuten duren. Oh, jongens, kijk dan. Kijk dan wat er staat. Ik ben 2 tot 3 weken zwanger. Oh, jongens, ik ben al een tijdje zwanger. Oh, dat verklaart best wel veel. Ik denk dat ik het Daniel ga vertellen als hij zo terugkomt van zijn wandeling. Oké, ik ga naar beneden toe, jongens. Oh, yes, ik ben zwanger. Dan, kom eens. Dat is waar, hè? Gefeliciteerd. We gaan maar een broodje doen. Je is er een broodje, maar ik krijg geen alcohol drinken. Nee. Nou, improviseer. Ja. Wat leuk. Oh, dat hadden we niet verwacht. Cadeautje uit de hemel. Ja. Improviseert. Ja. Nee, maar hoe gaan we het nou doen? Ja. Luxie mag bij je. Oh, zit er vast. Ik trek helemaal. Wat niet doen. Luxie mag straks bij grote zus op de kamer. En dan hebben we een babykamertje. Ja, toch? Ja, ik bedoel, gaan we tegen de kinderen vertellen of doen we dat later? Later. Gaan we het in de vlog al doen of doen we dit ook later? Later denk ik, even later. Maar leuk nieuws. Ja, leuk, kan Lucilla met Luxie een mooie meidenkamer krijgen. En we hebben nog een babykamertje. Gelukkig hebben we die meubels al niet weggedaan gisteren. Nou, ik heb wel. Wat is dat dan? En ik vergeet iets. Tot straks, baby Belly. Papa gaat even spieren bakken. Tot zo. Tot zo. Oh, jongens. Zo blij. Zo bijzonder, zo blij. Zo dankbaar dat het ons toch nog een keer gegeven is. Nou, ja. Leon en Silla, Luxie zijn natuurlijk het beste wat ons ooit is overkomen. Dat we nu gewoon nog een 4e wondertje mogen ontvangen. Daar zijn we gewoon zo mega dankbaar voor. En ook realiseren dat het natuurlijk nooit zomaar vanzelfsprekend is. En ja, dat er gewoon weer een wonder in mijn buik gebeurt. Dat is zo bijzonder om weer mee te maken. En even bijzonder als nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Dat doet gewoon niet af hoeveelste keer het is. Echt zo bijzonder. Ik zit nog helemaal na te glunderen. Ik ben zo blij, jongen. Zo blij. Zo leuk. We wachten nog heel eventjes om het te vertellen tegen Luan, Lucilla en Luxie. Omdat het natuurlijk nog pril is. Ja, Daniel en ik moeten er zelf ook nog even aan wennen. Dat het zo is. En ook voor jullie in de vlog is het nog heel even achter de schermen. Niet te veel vertellen, omdat we gewoon nog in een prille fase zitten. Ja, sommige mensen schreeuwen het meteen van de daken. Maar wij hebben eigenlijk bij alle 3 de zwangerschappen gewacht tot 8 weken. Dat is nog steeds heel vroeg. Maar vanaf 8 weken, dan willen we het nieuws graag naar buiten brengen. Sommige mensen doen het nog later. Sommige mensen doen het meteen vanaf het eerste moment. Jongens, dat is heel persoonlijk. Maar vanaf 8 weken heb ik wel zoiets van, ja, dan... Ja, je gebeurt zoveel met je lichaam en met je geest en met de hele situatie. En wij vloggen dagelijks, dat ik het gewoon ook fijn vind om geen geheimen te hebben als ik vlog. Als ik mezelf niet zo lekker voel of ik ben wat moe, dat jullie begrijpen waar dat vandaan komt. En om dan heel lang geheim te houden, is het heel moeilijk om gewoon real life te vloggen, zeg maar. En dat is ook echt de reden waarom wij nu nog heel even stilhouden. Nu lukt het nog wel, maar met 8 weken zullen we het aan jullie gaan vertellen. Wat ook wel heel leuk en heel frappant is te weten. Want toen wij die fotoshoot hadden, de familiefotoshoot hadden. Hadden Daniel en ik een foto gemaakt met zo'n rode outfit. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. En ik had die foto gepost op mijn Instagram. En er waren heel veel reacties onder... ik moest wel lachen. Heel veel reacties onder die foto gekomen. Kijk, dat is deze foto. Deze foto. En deze foto houdt Daniel zijn hand op mijn buik. En eigenlijk bij al die foto's doet hij dat. Zie je dat? En er waren nogal best wel wat reacties gekomen op... Oh, Vare Daniel, is dat een hint? Ben je weer zwanger? Is het een hint? Kijk, hier bijvoorbeeld hand op de buik, Vare. Hint, hint, hint. Toen, jongens, toen was ik dus wel al zwanger. Blijkbaar, nu achteraf denkende.
Maar op dat moment wist Daniel ik dat dus ook nog helemaal niet. Dus die hand op mijn buik bij die fotoshoot was puur toeval. Of het had zo moeten zijn, ik weet het niet. Maar ik kreeg allemaal reacties over, Vara, ben je weer zwanger? Terwijl op dat moment ik me nergens zozeer van bewust was. En het nu pas weet. En inderdaad, achteraf was ik dus zwanger op die fotoshoot van nummer 4. Wel super pril, heel heel klein. Maar het is ongelooflijk, jongens. En deze beelden die ik nu film, die bewaren we uiteraard voor later moment. Dat we die in de vlog verwerken of een aparte video. Ik weet het even niet hoe ik dit ga doen. Moet er nog even over nadenken. Maar heel erg leuk. Super bijzonder. We hebben hier heel veel zin in. En heel erg welkom. En kan gewoon niet wachten. Kan nu gewoon niet wachten, jongens. Echt waar. Dat super leuke, nieuwe, spannende avontuur wat ons weer te wachten staat. En uiteraard genieten jullie weer met ons mee. Mijn pop-auto. Ja, ik wou gaan bakfietsen met de kinderen. Oké, dan gaan we nog even kijken of jouw pop in de auto ligt. Ja. Maar even, Lux, het is heel koud. Ik had het voornemen, ik ga sportief bakfietsen. Maar Lux zegt al, ik moet mijn pop uit de auto hebben. Kijk, uw zin zit al hier. Hé, hey, in de bakfiets. Even in de auto kijken voor Luxie, hè? Oh, ja. Nee, de pop ligt ook niet in de auto. Nou, dan moet hij op de slaapkamer liggen, denk ik. Hé, hey, Luxie, pop ligt niet in de auto. Dan ligt hij denk ik op de slaapkamer. Mama gaat haar helpen zoeken, goed? Mama! Kijk eens, mama, ik geef je over. Pop ligt niet in de auto. Dan ligt hij wel ergens anders, hè? Zo, jongens. Jullie hebben het gezien wat de afgelopen weken geleden is gebeurd en dat ik zwanger ben van nummer 4, ons vierde wondertje. Super bijzonder. Onze kinderen weten het tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Onze familie en vrienden ook niet. Dat gaan we een deze dagen vertellen. We moesten zelf nog een beetje aan het idee wennen. En we zaten ook best wel in een hectische, drukke periode. Net met de Sinterklaasfilm die uitkwam. Aan alle hectiek die er omheen kwam. We wilden even een wat rustiger vaarwater zitten. Om het even lekker te laten landen. En daarna pas te gaan vertellen aan vrienden en familie. En dat gaan we deze dagen gaan we dat ook zeker doen. Want wat zijn we blij en verrast. En ja, ik kan het eigenlijk bijna nog steeds niet geloven dat gewoon er nog een leven in mijn buik groeit. En ik dacht misschien wel leuk in deze vlog, überhaupt deze vlog gewoon even wat meer te gebruiken. Voor met jullie gewoon gezellig te kletsen voor de in- en ins en outs. En ik kan me voorstellen dat jullie heel veel vragen hebben. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik probeer gewoon mijn verhaal een beetje te vertellen of ons verhaal te vertellen. En wellicht dat er heel veel vragen al worden beantwoord als ik het verhaal vertel. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren. Een paar maanden geleden, nog in de zomer, dat ik Luxie's kamer aan het opruimen was. En ik zag al haar babykleertjes en Daniel was de schuur aan het uitmesten. En ja, weet je, ik was aan het vertellen in de vlog. Oh ja, ik voel me wel compleet. Ons gezin is zowel goed en compleet. En ja, ik doe al deze babydingetjes maar weg. En ja, we hebben niet een heel groot huis. Dus heel veel plek voor opslag hebben we niet. En dat ik beneden kwam en dat ik aan Daniel vroeg van, goh, Daan, wat vind jij? Zullen we gaan voor nog een vierde? Of heb je ook zoiets van, het is wel compleet? En waarop hij zei, wat mij heel erg verbaasde, wat jullie ook verbaasden, het was gewoon puur een spontaan moment in de vlog. Nou, ik weet het toch niet zo. En dat hij vertelde dat hij die ochtend een buurman tegenkwam, die hier een paar huizen verderop woont. En die vertelde dat zijn vrouw zwanger was van hun vierde wondertje. En dat hem dat ook wel aan het denken zette. En toen had ik echt zoiets van, echt? Dus dat bracht ons wel weer een beetje aan het twijfelen. Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat wij toen nog niet in de fase zaten dat wij een definitieve beslissing wilden nemen. Het was gewoon meer een spinsel wat op dat moment opkwam, zeg maar. En ik heb me ook heel lang compleet gevoeld na Lucilla, trouwens. Om dat ook even gezegd te hebben. Naar Luan en Lucilla dacht ik ook van, ik ben compleet op een gegeven moment. Maar daarna begon het ook toch weer te kriebelen. En ja, toen is Luxie gekomen en dat, ja, begon nu een beetje hetzelfde te zijn. En ik ben niet ongesteld, heel lang niet ongesteld geweest na de vorige zwangerschap. Dus hetzelfde met Luan, Lucilla en Luxie. Op het moment dat ik, je wordt niet meer ongesteld op het moment dat je zwanger bent. Daarna beval je. En gaf ik borstvoeding aan alle drie de kinderen borstvoeding. Ik geef overigens nog steeds borstvoeding aan Luxie. En daardoor blijft mijn ongesteldheid heel lang weg. Dus hij sprong heel lang weg. Dat geldt niet overigens voor alle vrouwen. Dus ik zeg niet dat dit voor iedereen geldt. Maar bij mij is dat tot nu toe bij alle drie de kinderen heel lang weggebleven.
Dus ik had 2,5 jaar geen menstruatie nadat Luxie is geboren. Dus echt, een voorbehoedsmiddel hebben we voor de rest niet echt zozeer over gehad of over gepraat. Natuurlijk deden we wel voorzichtig aan, maar ja, ik wist toch van ja, als ik nog niet ongesteld ben, dan zit het nog wel goed. Is niet, dus geen garantie voor jullie trouwens. Ik wil niet zeggen dat wat ik nu zeg, dat het ook voor jullie is. Je moet zeker altijd wel voorzichtig zijn. Maar goed, wij gingen er zo mee om. Het was toch zomer. We hadden de allereerste filmopname dag van de Sinterklaasfilm met Lilian en Lucilla. En we waren op de set en opeens voelde ik het. Ik denk, oh nee. Oh nee. En ik ging naar de wc en ja hoor. Na 2,5 jaar werd ik omgesteld op het meest ongunstige moment dat ik me maar kon voorstellen. Bloedje heetje zomaar. Ik had een jurkje aan. Niks bij. Niks in huis überhaupt. Want ik was al 2,5 jaar niet ongesteld. Dus ik heb geen maandverband of tampons mee of zo. Druk met Luan natuurlijk. Omdat hij voor de allereerste keer die filmopname aan het doen was. Ja. Enige oplossing was wc-papier gebruiken. En dat was het eerste moment dat ik dus ongesteld werd. En vanaf toen hebben Daniel en ik echt eventjes wel samengezeten van... Goh, joh, wat gaan we nu doen? Want ik ben vanaf nu weer ongesteld. We hebben twee keuzes. Of we gaan echt kijken naar voorbehoeds iets, zeg maar. Nou ja, we vinden Daniel nog iets te jong om te zeggen... hakkie-takkie, wegzakkie, maar even zo te zeggen. Ik vind mezelf ook nog veel te jong om te zeggen... ik wil definitief geen kinderen meer, want ik ben 32. Ik kreeg Luan toen ik 24 was overigens. Dus ik vind mezelf nog te jong om te zeggen, ik wil nooit geen kinderen meer. Dus toen hadden we eigenlijk de keuze, oké, of we laten het los. En we gaan er gewoon weer voor. En we kijken of het ons nog gegeven is. Want het is uiteraard van harte welkom. Want wij zien echt ieder kind als een mega groot zegen. Het grootste wonder wat er maar bestaat is een nieuw leven. Dus daar zou je ons natuurlijk ontzettend gelukkig mee maken. Of hebben we zoiets van, nee, we voelen ons compleet en... we gaan voor andere opties kijken. Nou, we hebben dus voor het laatste gekozen. Of voor het eerste gekozen samen. Dat is zoiets van, weet je, we laten het gewoon los. Ik weet mijn cyclus ook niet. Omdat natuurlijk de eerste keren is dat gewoon nog een beetje verschillend. We laten het gewoon los en we zien wel. En nou, na de tweede keer werd ik dus weer ongesteld. De derde keer dat ik ongesteld moest worden, werd ik maar niet ongesteld. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook nog niet heel erg mee bezig was. Omdat ik niet precies weet wanneer mijn cyclus en zo allemaal zou zijn. En we zaten heel erg druk in de Sinterklaas première opname. Nee, première en zo zeg maar. Het was spannend met corona. En dus ons hoofd stond er niet naar. En op een gegeven moment dacht ik, god, het is natuurlijk al best wel lang geleden eigenlijk weer dat ik ongesteld ben geworden. Dus ik ging eens even kijken. Ik had wel in mijn agenda opgeschreven wanneer ik weer ongesteld werd. Omdat ik dan wel wil weten hoe lang mijn cyclus duurt. Op een gegeven moment is het gewoon fijn voor jezelf. En toen dacht ik, hey, dat is wel heel erg lang geleden. En zo kwam ik eigenlijk op het idee om toch maar eens even een zwangerschapstest te doen. En dat is wat jullie net hebben gezien. En dat was zo, nog steeds wat ik jullie straks ook al vertelde. Zo bijzonder en zo leuk en zo blij. En zo wonderlijk wel weer dat het... ja, voor, ik weet natuurlijk, het is natuurlijk niet voor iedereen meteen zelfsprekend. En ik weet dat er natuurlijk ook heel veel kinderwensen zijn waarmee het lastiger gaat. Waar ik ook echt heel veel... waar mijn gedachten heel veel naar uitgaat. En dat bij ons op toch wel weer zo vlot eigenlijk een vierde zwangerschap komt. We zijn er zo dankbaar en zo blij mee. Nou, dat was even het verhaal van hoe het zo is gekomen. Hoe het nu met mij gaat, zal misschien ook wel jullie wel afvragen. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel last heb van misselijkheid. Ik heb nog niet hoeveel overgeven en dat soort dingen. Ik voel me alleen wel de hele tijd een soort een beetje van weeg. Gewoon dat gevoel in je buik dat je niet helemaal lekker bent, zeg maar. Alleen niet het heftig misselijkheid. Ik kan het niet meer super goed herinneren, maar bij de vorige zwangerschap, een paar van de drie, had ik wel bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld heel sterke bouillongeur ruikt, dat ik echt misselijk werd. Dat heb ik tot nu toe nog niet. Misschien dat nog komt, maar nu heb ik dat niet. Wat ik wel heb, jongens, is echt ontzettend moe. En dat is wat jullie dus de afgelopen vlogs misschien wel is opgevallen. Wallen hangen tot hier. En ik heb echt een energielevel van 0. Gisteren en eergisteren sliep ik ook echt al om 8 uur. Terwijl ik ook nog in mijn hoofd zoveel wil doen. Dus het is voor mijn gevoel ook heel tegenstrijdig. Ik heb een biologische klok in mij. Wat ik bij alle drie de zwangerschappen heb gehad. Dus dat ik midden in de nacht wakker word. Het schijnt dat sommige vrouwen het hebben. Dat de biologische klok van het voeden in de nacht. Straks met een baby. Nu alweer wordt aangewend in het lichaam. Tenminste, dat vertelde toen de tijd de verloskundige mij. En dat kan ook wel kloppen. Want ik heb bij tot nu toe bij alle drie de zwangerschappen. Dat ik heel vaak midden in de nacht. Poem,
Dan ben ik wakker. Dus 2 of 3 uur midden in de nacht. En dan ben ik gewoon wakker. Gewoon van, ik wil uit mijn bed. Ik kan niet meer slapen. Wakker. Tot nu toe heb ik er heel veel profijt van gehad. Omdat ik heel veel aan ons Bellingham Magazine heb gewerkt. En dan ging ik eruit. En dan ging ik typen. Dan is het lekker nacht en is het donker. Dan heb ik geen afleiding van de kinderen om me heen. En dan kan ik lekker rustig al mijn spindels in mijn hoofd uittypen in het magazine. Dus dat heb ik wel effectief gebruikt. Maar ik moet wel zeggen dat het me wel heeft opgebroken. Want ik ben nu echt helemaal moe, zeg maar. Eigenlijk al vrij snel dat ik bij wijze van wel kan slapen overdag. Maar ja, als ik dat dan doe, dan kan ik weer 's nachts niet goed slapen. Dus daar worstel ik een beetje mee. En wat ik ook heb, jongens, is dat ik ontzettend emotioneel ben. Over de kleine dingen kan ik al zo snel huilen. En dat is natuurlijk toen met de Sinterklaaspremière, hebben jullie het in de vlog ook echt gezien. Toen was ik al zwanger. Toen wist ik het nog niet, maar toen was ik al wel zwanger. En waarschijnlijk had ik ook gehuild als ik niet zwanger was geweest, hoor. Maar dat zijn wel van die momenten dat ik merk dat me dat heel veel doet. Maar het kan ook aan de hele kleine momentjes dat Luxie en Lucilla samen aan het knuffelen zijn. En dat ik dat zie. En dan ga ik huilen. Dat is zo bizar. Dan denk ik van, oh, en dan begin ik meteen weer met huilen. Of ik zie iets op de televisie. En wat een beetje sneu is of zo. En dan begin ik ook weer te huilen. Dus ik moet heel snel ben ik emotioneel. Dus dat zijn wel van die dingen waarvan ik merk, oké, dat zouden waarschijnlijk de hormonen zijn. Maar voor de rest, jongens, heb ik gewoon niet echt heel veel klachten. Ik merk wel dat mijn buik daar iets aan het gebeuren is, zeg maar. Omdat ik krampjes, trekkend gevoel. Je merkt gewoon dat er iets gaande is. En in de afgelopen week is ook echt het hartje gaan kloppen. Als ik dan lees van wat er bij zoveel weken dan is. Vandaag ben ik deze week ongeveer 7 weken zwanger. Volgende week hebben we de allereerste verloskundige afspraak voor de eerste echo. Dan ben ik 8 weken. Als jullie deze vlog online zien, ben ik dus 8 of 9 weken zwanger. Ik weet het niet precies, omdat ik niet precies weet hoe lang ik zwanger ben. Maar dat gaan we zien bij de eerste echo die volgende week gaat plaatsvinden. Ja, en jullie zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar mijn buik. Ik kreeg al wat opmerkingen van, oh, Farah, ben je zwanger? Ik zie misschien wat. Maar het is heel gek, want je ziet natuurlijk nog niet zozeer een zwangere buik met de baby, zeg maar. Omdat het babytje echt zo klein is op dit moment. Maar omdat je buik sowieso al 3 andere zwangerschappen heeft gehad, zet het gewoon ietsje sneller al in het begin uit dan dat het misschien je eerste is. Mijn buik is heel plat van zichzelf. Dat is gewoon mijn bouw. Dus ieder bocheltje van dingetje zie je al heel snel, omdat ik gewoon van mezelf een platte buik heb. Dus ik kreeg al af en toe wat opmerkingen bij TikTokjes of zo die ik op had genomen. Of waren zag ik daar een buikje. En aan de ene kant denk ik van, oh ja, ik wil nog helemaal niet dat mensen een buikje zien, omdat het nog zo pril is. Dus ja, het is misschien wel gek als je nu al een buikje ziet. Maar dat maakte me een beetje onzeker. En toen heb ik toch maar even gegoogeld, jongens. Ik weet niet of moeders dit kennen. Naar zwanger buikje 5 weken, zwanger buikje 6 weken. En toen zag ik heel veel verschillende buiken. Van echt zo'n buik al tot nog gewoon helemaal plat. Dus dat verschilt heel erg per vrouw. En ja, jullie zijn nu natuurlijk benieuwd naar mijn buik. Oké, jongens, daar komt hij. Dit is de eerste keer dat ik nu dus jullie laat zien hoe voor de 4e keer mijn zwangere buik eruit gaat zien voor ongeveer 7 weken zwanger. Kijk, ik heb de laatste tijd van heel veel van deze soort broeken aan, omdat ik dit gewoon nu al heel fijn vind zitten. Dit is een broek die ik al heel lang heb. Maar dit is een beetje het buikje wat je tot nu toe ziet. En het is voornamelijk hier dus aan de onderkant. Hier ergens, hieronder zit het babytje al, hieronder. Maar dit onderstukje, dat zet al een beetje uit, zeg maar. Dus ja, dit is wat je nu dus ziet. En als ik gewoon mijn kleren aan heb, ja, zie je er natuurlijk niet super veel van. Tenzij je heel goed kijkt. Maar dit is nu dus een beetje hoe je het ziet. En soms is het wat dikker. Soms is het gewoon wat platter. Ligt ook vaak aan het einde. Ik denk dat de meeste zwangere vrouwen dit wel herkennen. Aan het einde van de dag is het vaak wat boller. En het begin van de dag is het nog wat platter. Ja, dat groeit een beetje mee. Het is niet van de baby zelf, want die is nog veel te klein. Het is echt gewoon dat de baarmoeder plaats aan het maken is. Dat dit darmen gaan gewoon een beetje naar de zijkant liggen, omdat er allemaal weer wat plek wordt gemaakt. En wat ook wel misschien leuk te weten is, wacht, ik pak even een ballonnetje. Kijk, het is natuurlijk niet zo, tenminste, volgens mij is het niet zo. Ik praat echt van eigen ervaring, hè jongens. Gezondheid, Lux. Is dat je buik wordt niet, als je meerdere zwangerschappen hebt gehad, steeds groter, zeg maar. Alleen bij mijzelf merk ik dus wel dat mijn buik eerder al groeit. Niet zozeer dat hij groter wordt, maar dat hij eerder begint met groeien. En verloskundige gaf een keer een heel leuk voorbeeldje. Ik weet niet meer bij welke zwangerschap dat was. Met Lucilla. En die zei, je baarmoeder is net zoals een ballonnetje. Als je voor de eerste keer een ballon opblaast, moet je maar eens kijken wanneer die echt groot wordt. Kijk, ik ga het even voordoen.
Oh, deze is lek. Kijk, ik heb even een... Ik heb even een ander ballonnetje. Hetzelfde kleur, maar kijk. Als ik hem nu dus opblaas voor de allereerste keer. Hij is nog niet uitgerekt. Dan moet je kijken wanneer die pas voor het grootst... Wanneer die groter wordt, zeg maar. Oké, dit was de eerste keer. Het duurde dus even voordat de ballon groot werd. Nu ga ik hem dus voor de tweede keer opblazen. Je ziet al dat het ballonnetje nu wat losser is al. Daar gaat hij weer, hè? Heeft het een heel gek testje was, wat ik ter plekke aan jullie liet zien. Maar dat is dus een beetje bij mij nu aan de hand met mijn baarmoeder. Je ziet gewoon wat sneller dat hij al wat dikker wordt. Omdat waarschijnlijk mijn baarmoeder al wat sneller, al wat vaker uit heeft gezet. Dus ze is al, de rek is er al wat meer uit. En omdat ik gewoon van mezelf een hele platte buik heb. En je gewoon heel snel ziet als hij uitgerekt is, zeg maar. Nou, dat was het. De kinderen, onze kinderen weten trouwens nog steeds niet echt iets. Eigenlijk helemaal niks. Ze hebben totaal geen idee wat de afgelopen weken Daniel en ik wel weten. Luxie ook niet. Ik weet überhaupt niet of Luxie het in het begin al gaat begrijpen. Morgen willen we dit aan de kinderen gaan vertellen. Dan hebben we namelijk weekend. Dan hebben we niks op de planning. En vandaag zijn ze naar school. Straks hebben ze zwemles. Althans, moeten we nog even bellen of dat doorgaat met de nieuwe coronamaatregelen. En dan hebben we gewoon even een hectische dag. Dus hebben we zoiets van, nou weet je... We besteden deze vlog liever gewoon even aan het verhaal aan jullie te brengen. En morgen gaan we het de kinderen vertellen. En ik heb iets heel schattigs. Dat kan ik jullie misschien nog wel even laten zien. Om het de kinderen te vertellen. Ik denk, ik wil het op een hele simpele, maar toch wel leuke, originele manier doen. Nu heb ik van de week, zo leuk al, eerste babykleertjes gekocht. Nou ja, eentje. Een kleertje in het allerkleinste maatje. Omdat Wil en Lucilla en Luxie eigenlijk ontzettend klein zijn bij de geboorte. Heb ik maatje 42 gekocht. Het eerste maatje. Hier ergens verstopt in de kast. Kijk, dus dit is toch leuk. Dit is het allereerste kleertje wat ik nu dus koop voor baby nummer 4. Omdat we dus nog niet weten of het een jongen of een meisje wordt. En ik weet ook niet of ik het al wil weten. Ik denk eerlijk gezegd dat Daniel het echt wel wil weten. Omdat Daniel wil echt altijd... Hij is nog een controle, zeg maar. Dus hij wil altijd weten waar hij in toe is. Maar het lijkt mij trouwens heel erg leuk om gewoon pas bij de geboorte achter het geslacht te komen. Maar goed, ik snap dat met kleertjes en met de kamer en dat soort dingen misschien toch wel leuk is dat je wel weet wat het wordt. En ik denk dat de kinderen het ook leuk vinden om te weten of ze een broertje of zusje krijgen. Maar het lijkt mij heel leuk als een verrassing te houden. Alleen ik denk niet dat dat het wordt. Maar goed, ik heb dus wel een rompertje gekocht wat dus voor allebei kan. Omdat we dus gewoon nog niet weten wat het wordt natuurlijk. En ik dacht, kijk dat is leuk jongens. Kijk dat ik dit dan zie. Dit wil ik straks leuk inpakken. En dit rompertje ga ik ze morgen geven. In de vlog. Gaan jullie morgen zien. En dan ben ik heel erg benieuwd of ze deze hint zullen gaan snappen. Van hey. En dan gaan wij ze vertellen dat ze dus nog een broertje of een zusje krijgen. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Ik heb er geen idee. Van Luan niet en van Lucilla niet. Van Luxie heb ik sowieso geen idee of ze het überhaupt snapt. Maar van Luan en Lucilla weet ik het ook echt niet. Tuurlijk weet ik wel dat Luan, ja, dat is natuurlijk de enige jongen. Dus hij zou het altijd wel leuk vinden als er een broertje komt. Maar goed, dat is nu dus nog maar de vraag. En bij Lucilla heb ik ook geen idee. Ik weet wel dat ze helemaal gek is met Luxie. Dat is echt haar beste vriendinnetje. S'avonds spelen ze dat samen zo leuk in bad. Ze spelen samen zo leuk met de poppen. En Luxie is echt een poppenmoedertje. Dus zij zou het heel erg leuk vinden, denk ik, als er überhaupt een babytje is waar zij voor mag zorgen. Dan kan ze helemaal lekker de ei in kwijt. Dus voor Luxie lijkt het me ook echt heel erg leuk. Als ze een broertje of een zusje krijgt. Maar voor haar maakt het volgens mij ook helemaal niet zoveel uit. Maar goed jongens, dat gaan jullie allemaal morgen zien. Ik weet dat het even wat veel gepraat is in deze vlog. Maar ik wilde toch gewoon lekker veel info met jullie delen. Zodat jullie natuurlijk ook een beetje de ins en outs weten achter deze 4 zwangerschappen. En hoe het allemaal met ons gaat. En ja, hebben jullie nog vragen? Laat het weten op social media. Ik zal weer regelmatig zwangerschapsupdates gaan houden. Wat ik voorheen ook altijd heb gedaan bij Luxie, bij de zwangerschap.
Lijkt me heel erg leuk als jullie vragen hebben en input hebben. Dan kan ik daar weer een volgende keer op reageren als jullie dat leuk vinden. Voor nu ga ik heel even kijken, want ik heb een pakketje binnengekregen voor wat nieuwe broeken die ik heb besteld. Die wat stretchy zijn. Het zijn geen zwangerschapsbroeken, maar het zijn wel broeken zoals deze, zeg maar. Ik ga even kijken hoe die passen. Kijk, hier zijn de broeken die ik heb besteld. Ik heb al eerder van dit soort broeken gehad. Die hebben jullie ook al wel vaker gezien in de vlogs. Kijk, het zijn deze broeken. Van dat hele lekkere, zachte... super zachte stretchy stofje. Van die lekkere zitbroeken zijn het eigenlijk. Maar omdat ze zo lekker elastisch zijn... Dacht ik, kan ik ze wel goed gebruiken deze zwangerschap. Vooral voor de eerste periode, aangezien ik nu nog niet in zwangerschapsbroeken ga lopen. Ik bedoel, daarvoor is mijn buik nog veel te klein eigenlijk. Passen mijn normale broek ook nog. Alleen ik merk wel, als ik spijkerbroeken aandoe, ja, die zitten best wel strak. En dan gaat op een gegeven moment, gedurende de dag, gaat dat echt niet fijn zitten. Dus ik heb gewoon heel veel van deze broeken aan. En ik dacht, ik heb er nog 3 bij. Kan ik een beetje afwisselen ermee. Oké, dit is de eerste broek. En die zit echt heel lekker, jongens. Ik kan me hier gewoon helemaal bewegen. Kijk, en zo zit hij dus boven. Aan de bovenkant. Kijk, ik kan hem toch gewoon tot over mijn navel trekken. En dan zie je gewoon, kijk dan, dit kleine bolletje hier. En het zit gewoon voor de rest helemaal lekker. Doe een truitje eroverheen. Zo, kijk. Klaar. Oké, volgende broekje. Dit is de volgende. Ik weet niet of jullie goed het kleurverschil zien, maar dit is groen. Die andere was bruin. Deze is groen. En die zit ook helemaal perfect. En lekker. Laatste broekie. Dit is de laatste. En die is bruin. Die zit ook helemaal goed. Helemaal lekker. Gewoon hetzelfde modelletje. Lekker makkelijk. En ik denk dat ik deze vandaag gewoon lekker aanhoud. Nou jongens, het was eigenlijk de eerste zwangerschapsshoplog. Ja, wel mini, maar goed. Het idee. En wie komt er weer thuis? Goedemorgen. Is dat onze vader van de vierde in spe? De groente- en fruitboer. Ja, je dat hoort, hè? Ja. Denk, voor de druif in de buik, verse banaantjes. Druif in de buik. Oh, even wat deze nou. Ja. Banaantjes. Ik heb ook lekker verse champignonnetjes van de markt mee. Ja, moet je kijken. Echt, hè? Oh, ben je bij de markt geweest? Ja. Oh, lekker. Paprika's, moet je kijken. Deze waren 3. Oh. Voor een euro. Lekker. En. Zo. Verse tomatensoep tomaten. Kunnen we vanavond eten. Lekker. En. Kijk eens, Luxie. Een doosje druifjes. Druifjes voor druifjes. En. Oeh, papa en, lekker gekocht. Twee halen. Eén met zo. Een goede vangst. En je bent ook nog bij de Primark geweest, zie je. Ja, ik moest een boekje ruilen. Want die andere die was bij de snit geknapt. Oh. En die mocht ik ruilen voor een zwarte. Oh. Ja joh, is altijd goed. Leuk toch? Altijd goed. Dus ja, ik dacht dat toch. Ja, dan gaan we nu gelijk bij de markt van ouds. Ja. Oh ja, was ik het, had nog dit gekregen. Sokjes. Sokken. En... Ja, mondkapjes. Mondkapjes. Ja, moest je met mondkapjes over de markt of hoefde je dat niet? En in de Primark heel benauwend. Ja, ja. Ik heb geen camera bij, maar... Nee. Ja. Zo, nou, kom maar gezellig in. Ja. Het is frisjes. Laat wel even overzetten. Ja. Goed zo, Lux. Ja, kom maar, Lux. Lekker druifjes eten, Luxie. Ja. Ja, papa goed meegenomen. Zet maar op de tafel. Zet maar op de tafel. Is papa onze fruit, de fruitboer? Ja. Zullen we eens even openmaken? Moet jij maar eens even proeven. Of ze lekker zijn van de markt. Proef maar eens even of ze lekker zijn. Oeh, is die lekker? Mama ook proeven? Mmm, een heerlijk druifje. Papa, ze smaken heerlijk. Lekker knabberig. Zo, hé Mare, ik krijg nu opeens een heel leuk idee. Daniel die noemt mij en de kinderen als koosnaampje altijd. Druifjes. Dat doet hij als is dat ik alleen ben, zeg maar. Hij noemde mij eerst zo, omdat mijn vader noemde mij en mijn zusje ook altijd zo. Dus toen is hij mij ook zo gaan noemen. Toen kwam Luan, was Luan ook een druifje. Toen kwam Lucilla, was Lucilla een druifje. Nou is Luxie ook ons druifje, nou noemt hij onze druifjes. Dus misschien is het wel erg leuk om deze baby toch een soort van naam te geven. Een baby in de buik. Baby druif. Ja, baby Bellinga druif in de buik. Baby Bellinga druif. Dat zoals is wel leuk. Afrika, hè? Van mijn lieve vrouw en de baby in de buik. En de baby in de buik. Onze 3 druifjes. Dus hebben we nu niet 3 druifjes? Maar 4 druifjes. Heel leuk, hè? Ja, ja. Oh, goed zo. Ja, Luxie weet nog nergens meer van. Die snapt er nog niks van.
Wil je een banaan? Oh schatje, wou je ook een banaan? Kijk eens. Luxie. Banaan voor het druifje. Ja, lekkere soep maken. Ze moeten wel gepureerd worden. Ja. Want ze waren al heel zacht. Ja, ik ga ze zo weer pureren. Eten we zaterdag paprika soep van de groenteboer. En zondag eten we champignonsoep. Nee, dat zijn de groenteboer. Ja, dat is lekker. Heerlijk. Heerlijk. Deze moet als eerste. Ja, top. Lekker hè? Nou, ik ga het hondje zetten. Ja. Zijn we hey, daar zijn ze weer. Wat zag je zo'n Luxie ligt net even op bed te slapen. Wat heb je mee, jongen? Moet ik eerst een mapje doen? Ik heb toch een gele mapje? Ja, daar moet je het aan mee doen. En daar kan ik hem in doen. En een schoen. De wedstrijd ging van start. Spons had meteen pech. Hij schopte. En ik heb trouwens nog een berichtje. Het zwembad is ook 2 weken dicht. 2 weken? Ja, dus we hoeven ook niet naar zwemles. Nou. Deze week en de andere week niet. Ja. En hopen dat dan wat gauw weer normaal wordt. Ja. Ik zeg eens smakelijk. Eet smakelijk. Ben nog een beetje verwaaid van de fiets, maar we waren heel eventjes naar de boekenwinkel hier bij het winkelcentrum. Omdat Luan voor school wel goed moet oefenen met lezen. Alleen ja, de bieb die zit dicht, dus daar kunnen we geen boeken meer halen. En alle boeken die we in huis hebben, die zijn veel te makkelijk voor hem en die heeft hij allemaal al uit. Dus we mochten van mij alle 3 een boekje uitzoeken en ik had de camera mee. Alleen ik had handschoenen aan en hij glipte uit mijn hand. Dus die actioncam die viel uit de hand. Vandaar dat ik net geen vlogbeeldjes heb gemaakt. Maar goed, deze camera hadden we niet mee. Dat was een andere camera. Maar ze hebben alle 3 een boekje uitgezocht. Kijk, je zit dus op de bank. En wat hebben jullie uitgezocht? Peppa Pig. Heb jij Peppa Pig uitgezocht? Ja. Laat eens even kijken. Peppa ze heeft eentje Pig. Met een autootje. Peppa Pig. Ja, dat is ook Peppa Pig. Heb ik voor je uitgekozen. En Luan heeft een... Weet je nog, opa heet het boekje. En dit is Sla me eens open. Ja. Er is wel heel veel tekst. Ja, Luan die kan al goed lezen. Die is heel veel tekst. Dus ja, kijk, dit is weer een stukje moeilijker. En dit kan hij weer gaan oefenen. Want iedere keer als ze gaat slapen s'avonds, dan gaat Luan een boekje lezen. En hij had alle boekjes al uit thuis. Ja, en wat ik heb nu M4. Welk boekje heb jij, Sil? Deze. Ik lees al. En kan jij al lezen dan? Ja, een beetje. Een beetje. Een beetje. Nou, ik zal het laten zien. Ja. Deze 2 vind ik nog een beetje moeilijk. Ja. Doos en baas. Ja. Ja. Maar dik en doos kan je wel. En dun. Luan die leert wat woordjes altijd aan Lucilla. En daardoor kan Lucilla eigenlijk al best wel wel lezen. Dit onder de gedeelte mag je niet hier naar kijken. Maar dat doe ik pas als ik ietsje groot heb. Ja. Dus weet je wat het is? Ik ben Koos. Ik geef een doos aan de baas. Ja, nou, dat is veel te makkelijk voor Luan. Ja. Maar voor Lucilla kan het zijn al goed zinnetjes. Oefenen. Hè? En hier, Sil, kan je hier ook een woordje lezen? Ja. Ook rook. Rook, goed ja, zo. Ja, het gaat hier over, hè. Pas, zou ik hier even lezen? Pas op, daar is vuur. Tatu. Ja, heel goed. Nou, dus kunnen jullie weer lekker gaan lezen thuis, hè? Ja. En mam, ik had het voor haar uitgekozen. Ik dacht, ja, je had ze uitgezocht. Dat is zo'n leuk boekje. Kijk, en we hadden nog een lekker kwarktaartje over. Dat we gisteren na het eten konden we er niet meer op, want de buiken zaten vol. Dus die kunnen we nu lekker opsnoepen. Dit smakelijk. Luxie doet een duimpje omhoog. Lucilla ook. Tadu, 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 tadu. Zie je, dat is de politieauto. Als jullie straks de sirene horen, fietsen jullie voorzichtig naar beneden. Als er geen panda op zijn fluit blaast, moeten jullie remmen en afstand belegt de agent uit. De agent panda stapt in en rijdt weg. Kijk, daar fietsen alle kinderen. Zie je, Peppa Pig, hè? Peppa Pig! Dat is Peppa Pig. De kinderen stappen op hun fiets en rijden de berg af. Agent panda en mevrouw Rochelle. Lekker, Lucilla. Terwijl Peppa en haar vriendjes naar hen toe komen fietsen. Nee, zet de juffrouw alweer. Juffrouw Gazella, nee. Gezellig. Het is nog zo lekker weer dat wij even lekker een rondje gaan wandelen. Kunnen we meteen even de honden uitlaten. Papa die is boven nog even aan het werk. We gaan eventjes een rondje wandelen. Ja. Tot zo. Kom maar, het zonnetje schijnt. Ja. 1, 2. Zo, kijk eens wat een prachtig weertje het is vandaag. Ja, oh, Luxie staat al daar. Met een zonnebril op, hè, Lux? Luxie wil altijd een zonnebril op, hè? Staat jou goed, hoor, die zonnebril. Voor de zon? Ja, kom maar. Gaan jullie mee? Ja. Kom maar, jongens.
Gaan we even lekker een rondje wandelen. Even de benen strekken. Een klimboom. De gemeente heeft hier een boomtje gekapt. En nou ziet het er zo uit. Oh, is je pop gevallen, liefie? Kom hier. Kijk eens. Hij zit er weer in, schatje. Moet je op het pad blijven met het popje. Zie je dat? Ja. Zit hij niet goed? Nee. Zo? Zit hij zo beter? Oh, hij moet liggen. Oh. Zo beter? Kom maar, schatje. Kom er maar weer uit, want er zit er een beetje scherper. Mandjes aan overal. Oh. Ja, loop mijn jas. En zullen we naar jouw andere bananenklimboom gaan? Nee. Weet je nog waar die is? Ja. Ja, zullen we daar naartoe gaan? Ja. Oh, oké. Okay. Kom maar, Woeselpip. Kom maar. Kom maar. 1, 2. Woesel. Woesel. Pip, kom maar. Nee. Ja. 1, 2. Kom maar. Nee, Woesel gaat niet mee. Kom maar, Woeselpip. Gaan jullie mee? Ze ruiken van alles hier, hè? Ze ruiken van alles, hè? Kom maar, Pippi. Kom maar, meisje. Ja, goed zo. Ja. Nou, jongens, wetend dat er nog een vierde bij komt, die straks ook achteraan loopt te huppelen met de hondjes en de broertjes en zusjes. Ik heb er zoveel zin in. Echt niet normaal. Het is wel druk. Het is wel druk. Wat is er, Poppy? Ja, kom. Je gaat ook rennen. Kom. Kom, je mag ook rennen, tuurlijk. Alleen jouw beentjes zijn nog wat korter. Mama doet de poppenwagen wel. Het is wel druk. Maar goed, wel heel erg gezellig. Ik zie het, liefie. Woesel rent jouw stokje achterna. Ja! Die zoekt jouw stok. Kom, Lu. Laat, die hek, laat het hek dicht zitten. Kom maar, gaan we naar de klimboom. Of wil je naar het speeltuintje? Nou, kom. Naar de klimboom en naar het speeltuintje. Voorzichtig met het bruggetje, Lux. Ja, goed zo. Zo, nou waar is jouw klimboom? Daar. Waar is jouw klimboom? Heel goed. Kijk eens. Oh, kijk dan hoe ze dat doet. Zie je dat, Luxie? Dus jullie kan helemaal hoog in de bomen. Wauw, Sil. Voorzichtig, hè? Ja, ik denk dat je zo met testpunten daken op kan. Ik ga je weer pakken. 1, 2. Ik kan het, goed man. Super groot. Goed zo, Luxie. Goed zo. Kom maar, Woes. Woesel. Pipje. Goed zo. Nou, we gaan weer verder. Nee. Wip, wap. Wip, wap. Wip, wap. Wip, wap. Wip, wap. Ondertussen zijn we weer thuis en heb ik heerlijk de tomaten die Daniel van de markt heeft gehaald even aan het gaan koken. Kan ik straks lekker een soepje van maken. We hebben lekkere visstikjes erbij. En ik doe wat airfryer frietjes, aardappeltjes in de airfryer. En ja jongens, morgen, de kinderen weten nog nergens wat vanaf. Maar morgen gaan we het aan de kinderen vertellen. En ik ben echt super benieuwd hoe ze gaan reageren. En dat zullen jullie morgen allemaal zien in weer de nieuwe vlog van morgen. En het lekkere tomatensoepje is klaar. En we hebben er lekkere aardappelpatatjes bij. Normaal zwembad, hè? En lekkere vissticks. Ja, geen zwembaduitje vandaag. Dit is echt een verse soep. Dus verse soep, ja. Van, van jouw tomaten. Ja, van de boer, maar lekker van de verse soep. Je mama heeft dat zelf gemaakt. Je mama zelf gemaakt, ja. Gepureerd. Heerlijk. Niet smakelijk. Niet smakelijk. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doei. We zien jullie morgen in een nieuwe vlog. Tot morgen. Volg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.